En Tijmen Bonthuis. En aangeschoven is onze chef boeker Michael Koorneef. Michael, welkom. Je neemt altijd een nieuwe buitenlandse roman mee. Je hebt vanavond iets meegenomen dat ik zeker niet ken. Nee, het is van een van oorsprong Vietnamese mevrouw. Kim Thuy heet ze en het boek heet Ru. Zij is in 1975 met haar familie vanuit Vietnam als bootvluchteling naar Canada uiteindelijk gevlucht. Daar heeft ze een prachtige carrière opgebouwd als advocate inmiddels. Maar kennelijk voelde zij de behoefte om het verhaal van haar familie te schrijven in dit boek. En nou heb ik 2 jaar geleden ook al een Vietnamese schrijver behandeld die over die bootvluchtelingen schreef, die zelf ook afkomstig was uit een familie die toen naar Australië was gevlucht. Nam Le, het boek heette De Boot, een prachtige verhalenbundel. Ja. Dus in die zin is die thematiek niet heel bijster bijzonder of zo. Er worden wel meer boeken over geschreven. Maar wat dit boek zo ontzettend mooi maakt, is dat het taalgebruik waarin zij dat doet zo ongelooflijk poëtisch en zo mooi is, dat zo afschuwelijk gebeurtenis als zo'n bootvlucht, dat eigenlijk bijna nog mooi wordt. Mm-hmm. Maar de vlucht wel dezelfde thematiek als in het stuk die jaren het zeiten van Mirjam Koen. Geregisseerd heeft, moet ik zeggen. Je merkt wel in de rest van het boek dat die vlucht natuurlijk altijd enorme sporen heeft nagelaten. Zal ik zo meteen ook even een fragmentje van lezen. En zij heeft eigenlijk een soort familiekroniek geschreven. Het is het verhaal van haar familie die op de vlucht is gegaan. En ja, dat zij dan in Canada opnieuw moet aarden en alles opnieuw moet leren. En dan ook merkt dat zij eigenlijk tussen 2 culturen in blijft zitten. Ik zal eerst even een stukje voorlezen aan het begin. Dat is dan de eerste bladzijde en die vond ik al meteen ongelooflijk mooi. Ze schrijft: ik kwam ter wereld tijdens het Tet-offensief in de eerste dagen van het nieuwe jaar van de aap. Toen het geknal van de lange slingers met rotjes aan de huizen synchroon klonk met het geluid van mitrailleurs. Ik zag het licht in Saigon, waar de resten van de in 1000 stukjes uit elkaar gesprongen rotjes de grond rood kleurden, als was het kersenbloesem. Of het bloed van de 2 miljoen soldaten die uitgestrooid waren over de steden en dorpen van een in tweeën gescheurd Vietnam. Ik werd geboren onder avondluchten, verfraaid met vuurpijlen en doorsneden met raketten en kogels. Mijn geboorte moest de verloren gegane levens vervangen. Mijn leven moest dat van mijn moeder voortzetten. Het is prachtig taalgebruik en dan meteen die grote tegenstelling. Aan de ene kant die prachtige rode avond met al dat vuurwerk en tegelijkertijd de mitrailleurs die klinken. En dat gaat eigenlijk het hele boek door. Dus het is een boek vol enorme tegenstellingen van waar hoor ik nou eigenlijk zelf? En die vlucht die zoveel impact heeft, op een gegeven moment schrijft ze ook, want dat is ook zo ontzettend mooi. Het is een boekje vol zelfanalyse. Dat vind ik ook zo knap. Ze schrijft niet alleen haar eigen familiegeschiedenis, maar ze zoomt ook op zichzelf in. En als een buitenstaander bekijkt ze wat haar gedrag is en kan heel goed analyseren waarom haar gedrag zo is geworden zoals het is geworden. Ze heeft heel goed door wat er uiteindelijk met haar is gebeurd door die vlucht. En ze zou dat dan wel willen aanpassen of verbeteren, maar dat lukt niet, want dat zit zo ingekerfd. Bijvoorbeeld nog een heel klein stukje, dat gaat over hoe ze zich in de relatie tot mannen in het nieuwe leven. En dan blijkt dat heel moeizaam is. Ze schrijft: ik houd ook van mannen op die manier. Ik verlang er niet naar dat ze de mijne worden. Ik ben niet de enige voor hen, speel geen rol in hun leven, besta niet. Ik heb geen behoefte aan hun aanwezigheid, want afwezige mensen mis ik niet. Ze zijn altijd vervangen of kunnen nog vervangen worden. En als ze niet vervangbaar zijn, zijn mijn gevoelens voor hen dat wel. Daarom heb ik het liefst getrouwde mannen met een ring aan hun hand. Ik geniet van die handen op mijn lichaam, op mijn borsten. Ik geniet ervan omdat die geringde vingers mij op afstand, aan de zijlijn, in de schaduw plaatsen. Hoewel onze lichaamsgeuren zich vermengen, hoewel ik hun vochtige huid op de mijne voel, hoewel ik soms in vervoering raak. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat zij zich niet meer heel erg durft te binden. En altijd aan de afstand zijkant houden, zoals ze letterlijk schrijft. Precies, afstand houdt. Nou, en dat merk je in het hele boekje door. Dus ze kijkt, dus beschrijft haar eigen gevoel op een hele poëtische manier. Dat is heel knap, maar tegelijkertijd op een afstand. En dat is wat het boekje zo ontzettend sterk maakt. Maar het is een roman toch, hè? Ja, ze noemt het roman. Staat hij ook met grote letters ja, op de kaft? Ja, maar ze heeft eigenlijk een alter ego in dat boek. He, ze noemt zichzelf niet Kim Thuy in dat boek. Ze geeft haar hoofdpersonage een andere naam. Maar ze geeft ook zelf aan dat haar eigen familiegeschiedenis model heeft gestaan. Exemplarisch is voor het verhaal wat ze hier vertelt. Autobiografische elementen. Stopt u die wel eens in de opera of toneelstukken die u maakt?
Die je maakt, moet ik zeggen, Mirjam Koen? Nou, ik denk het wel. In die zin, ik heb een voorstelling gemaakt die heet Moeders, Zonen, Dochters. Ja? En de aanleiding tot die voorstelling is wel het feit dat ik twee dochters heb. En die waren net het huis uit of het huis uit aan het gaan. Dus wat mij interesseert is dat moment dat je je losmaakt en hoe ga je dan verder? En wat is dan een rol van een moeder? En daar heb ik allemaal materiaal bij gezocht. Zowel in de muziekwereld als in toneel, als zelf gemaakt door de acteurs gemaakte scènes. En daar herken je natuurlijk maar hoor ik dan ook veel. Hoe en zelfs Mirjam mijn eigen Koen dochter als... heeft meegedaan in die voorstelling. Maar hoor ik dan ook, als ik met terugwerkende kracht zou kijken... Ja. Dat kan natuurlijk niet, maar stel dat je het nog eens een keer opvoert... hoor ik dan ook hoe Mirjam Koen daarmee omging? Met dat gegeven? Ja? Ja, daar zat een moeder in en die speelde ook Arkadina. Niet dat ik zo erg ben, maar wel een moeder die heel veel werkt. Ja, ja. Dus, en wat staat daar voor dan? Je kan een moeder die heel veel werkt? Je kan een schaal zien van... Je hebt vrouwen die voelen zich voornamelijk moeder. En dat is hun identiteit. En je hebt vrouwen die voornamelijk vrouw als vrouw benaderd willen worden. Mm-hmm. En de kinderen horen er meer bij zich. Ja. Als je het heel erg extreem tegenover elkaar zet. Maar u kunt het ook misschien eenvoudig vertellen. Want het klinkt ook als... Maar dan wordt het misschien iets te persoonlijk. Maar dat je zegt van... Dat je ook kunt nadenken over of je tekort hebt geschoten als moeder. Ja, dat is. Nou, het rare is wat ook een aanleiding voor mij was om dat te doen, was het feit dat er heel veel, heel lang door psychiaters en psychologen aan moeders met name is gewijd als er iets misging met het kind. En dat zijn ongelooflijk veel verschijnselen. En bijna allemaal, het is heel lang in de mode geweest, werd dat teruggebracht op het feit van... oh, nou ja, dat heeft die moeder niet goed gedaan. En ze zijn niet goed gehecht. Of als iemand stemmen hoort, het komt door de moeder... die het kind in dan en dan geslagen heeft. En ik heb ook wel eens met de buurman over gehad, die psychiater is. En die vertelde ook van, ja, soms schaam ik me. Dat is inderdaad waar. Heel lang werden dingen zo simpel geduid. Dus je krijgt op de een of andere manier een boodschap van je doet het nooit goed. Dat is ook zo, je doet het ook nooit goed, dat kan niet. Maar je krijgt een soort extra lading van de buitenwereld bovenop van... als het fout gaat met het kind, dan ligt het aan jou. En dat is wat je wilde laten horen. En dat was iets wat voor mij mede een reden was om die voorstelling te maken. Ja. Ja. Ja, die rol van die moeder die speelt ook in het boek Ruin een belangrijke rol. Zij bouwt een nieuw leven op, sticht een gezin, krijgt twee kinderen, twee zoons. En zij heeft het gevoel, ik kan die zoons nooit laten zien wat mijn echte werkelijke achtergrond is. He, die groeien op in een welvarend land als Canada. En tegelijkertijd, zij gaat op een bepaald moment terug naar Vietnam en naar Saigon en dan merkt ze dat zij er daar ook niet meer bij hoort. Want dan spreekt ze mensen daar aan en die zien haar dus echt als een westerling. Terwijl ze gewoon Vietnamees spreekt. Maar die zeggen, jij zal nooit kunnen voelen wat wij nu voelen. Jij bent verwesterd. Dus haar rol is ook heel, heel ambivalent. En ze weet het voor zichzelf ook niet. Ik denk dat ze daarom dit boek ook heeft willen schrijven. Om uit te vinden van, ja, wat is mijn plek? Maar dan kwam ze ook niet achter door als buitenstaande, zoals je straks zei, naar haarzelf te kijken. Nee. Of naar zichzelf te kijken. Dat blijft een probleem. En dat is natuurlijk ook wel, ik kan me dat goed voorstellen. Als jij natuurlijk 10 jaar hebt geleefd in Vietnam, dan de rest van je leven in Amerika of Canada woont. Ja, dan is het ook moeilijk kiezen. Want je hebt die roots vanuit Vietnam. Je ziet het natuurlijk ook aan haar. Vietnam is uiterlijk, ze spreekt de taal. Maar ze hoort daar niet meer. Maar het gevoel in Amerika echt te horen, dat heeft ze ook niet. Ja. Dus die enorme tweespalt, die spanning die dat oplevert... met kinderen die wel helemaal westers zijn... ja, dat zorgt voor nogal wat een conflict. En dat is heel mooi. Dat heeft ze heel mooi geschreven. Een mooie roman dus. Ja, ik vind het heel mooi. Prachtig. Nog één keer de naam in de... Ja, de schrijfster heet Kim Tui en het boekje heet Ru... RU en is uitgegeven bij Van Gennep in Amsterdam. Dank Michael Korneef.